allemaal. Welkom bij, bij Wim's Muziekkelder hier op de zaterdag op Record Store Day. Tof dat jullie allemaal weer zijn om toch nog even fysiek muziek uit te zoeken, want dat is altijd leuker dan via Spotify luisteren. Mijn naam is Yves McKing en ik heb hier 2 jaar geleden gespeeld onder mijn eigen naam Yvonne Mocking. En inmiddels ben ik wat meer de country kant opgegaan en maak ik lekkere pop country liedjes. Normaal gesproken met een hele band, maar vandaag dachten we, weet je, we doen gewoon met z'n tweetjes voor het eerste show akoestisch, dus dat wordt leuk. Ik ben heel benieuwd. Paul, ik ga hem niet voor jou zetten. Nee, gaat helemaal goed. Dit is Gert-Jan, even applausje voor Gert-Jan. Nee, dat is voor, dat is waar. Daar a helpless mind, always sure to cry on.
mensen. Iemand? Hand opsteken? Ja? Eén iemand. Even een vraag. Hoeveel albums denk je dat Carrie Underwood, een countryster in Amerika, heeft verkocht wereldwijd? Weet u het? Dat zijn er heel veel. Ik verwacht eigenlijk dat iemand nu het exacte aantal noemt. Ik ook. Tot op de laatste 65 miljoen. En hier in deze ruimte kent één iemand haar. Dat is echt bizar, toch? Dat is dus een grote country rockster uit Amerika. En ik wil eigenlijk die muziek, dus niet de echte ouderwetse country, maar juist een nieuwe country, deze kant ophalen. Dat is mijn doel, om straks hier ook in een groot stadion met een banjo en met pedal steel en de hele rambam gewoon die muziek hierheen te halen. Ik ben er ook bij. Ja, jij bent er dan misschien ook bij, als je aandacht hebt. Eén maat huur, denk je? ja. Head over heels, jongen. Oh. Ja. Oh, dat kan ook. Oh, willen we nu dat dit doen? Ja, dat is wel leuk eigenlijk. Hij heeft zulke goede ideeën. Weet je, maar dat belt niet dat wel. Dit nummer is van Carrie Underwood. En het heet Cupid's Got a Shotgun. En als je een keer hier houdt, dan kan dat, hè? Dan gaan we nu helemaal los. Zaterdag weer. Into a wall, here I go again.
de single erachteraan gooien. Wie naar Radio 2 geluisterd heeft op één dag, op één tijdstip, heeft hem al gehoord. Want het, hij is gedraaid op Radio 2. En ik heb bij 3FM onstage gespeeld, dus bij Giel B. Dat was ook super tof met mijn eerste single, Roll with the Punches. Op één dag, op één tijdstip. Dat was ook op één dag, op één tijdstip. Maar het waren wel vier liedjes. Hey, best wel veel. En Roll with the Punches, ik heb hier... Haha, de single liggen. Er staan twee singles op, want mijn nieuwe single komt namelijk 2 mei uit. Ik leg deze straks bij de uitgang neer, mocht je nog cd's luisteren. En veel van jullie doen dat, denk ik. Neem hem gewoon lekker mee, zet hem aan. Mocht je via Spotify luisteren, dan kan dat natuurlijk ook. En ik heb vandaag bedacht dat ik een Spotify challenge aanga. Namelijk, je verdient dus 0,003 cent per stream, hè? Dus per keer dat hij gedraaid wordt. Dus je hebt 9000 streams nodig, wil je een meter bier kunnen kopen? Dus daar ga ik voor. En ik zit nu op 1400, dus als jullie allemaal willen streamen, dan laat ik jullie weten wanneer ik die meter bier heb gekocht. En dan kunnen jullie meedrinken. Ja, precies. Het zijn 13 biertjes, dus op zich kan ik best wel wat af hier. Doe maar één keer speel. Ja, precies. En ik ben even benieuwd, want het is zaterdagmiddag. Hebben jullie al een beetje meegezongen vandaag en zo? Of, Oké, dus jullie zijn al goed warm gedraaid. Oké, nou dat is een goeie. Ik ben heel zenuwachtig al. Ja, ik moet in één keer naar huis. Heb je een tas? Ik zing één ding voor, dan mogen jullie hem even nazien. Als ik dan zo doe, dan moeten jullie dat zingen. En als ik zo doe, dan moet je gewoon niks doen. Ja? Het gaat zo. Ja. Dat was er wel vol kracht. Doe nog één keer. Ze zijn er klaar voor.
zit toch die vette videoclip bij, of niet? Hier zit die vette videoclip bij. Zeker, dus ga die checken op YouTube. Just. Vond je hem cool, ja? Ja. Ja, ik heb 4 uur lang voor in de maquillage gezeten. Ja, Harrowed. Harrowed. Het gaat in country altijd een beetje over dat je op de weg zit. Ja. Dat je full tank gas hebt en dat soort dingen. Dat vind ik echt heerlijk. Dat het allemaal een beetje metaforisch is, maar wel heel simpel, heel nuchter. Dat is een van de redenen waarom ik van country hou. En dit nummer gaat bijvoorbeeld ook over de over road. Ja. Was dat mijn cue? Ja, dat was je cue eigenlijk. Bobby McGee doen. Ah, dat is leuk. Ja. We zijn er nou toch, toch? Zaterdagmiddag, hopla. En Bert en Zijn, die is helemaal uit Duitsland gekomen. He came all the way from Germany. Bert, yeah, give it up for Bert. Yeah. Oké, dit is me en Bobby McGee. Bobby loves the diesel town just before it rains.
ook nog wel even die andere anders. Die andere? Die van mevrouw Reet. Dit wordt heel spectaculair. Zie, ik wist dat jullie zouden blijven hangen. Nou, we moeten ook even af en toe weer een momentje rust pakken. Ja, indie. Dit is ook geen liedje van mezelf. Jammer genoeg, ik had het heel graag geschreven willen hebben, want het is echt mijn favoriete liedje aller tijden. En het heet I Can't Make You Love Me. En het is van Bonnie Raitt. Dan nu echt het laatste nummer. En dat wordt dus de nieuwe single. Yay, want er komt een nieuwe single. En we zijn druk bezig met videoclip.
Nummer heet Strange Fascination. Dus straks op Spotify ga dat opzoeken. Check trouwens ook gelijk Facebook. Hè. Volg me op Facebook, want dat scheelt alweer. Ik ga hopelijk meedoen aan de popronde. Dat hoor ik 1 mei. Dus hoe meer er nu nog gebeurt rondom Eve McKing, hoe meer je daarvoor in aanmerking komt. Strange Fascination. Doe het. Your unintended smile, the light in your eyes, the perfect summer evening to the deepest dark blue sky. Everything I need, but feel so insecure. Bright yellow in the morning, and you walk it out the door. Ooh, fold like a map, I can beat your mind. Darker shade of black. Yes, sir.